Hallo allemaal en wat leuk dat jullie kijken naar Nathalie's Kraaihoek. Vandaag ga ik een kawaii unboxing doen. Dus blijf kijken en doe alvast dat blauwe duimpje omhoog. Eerst, als ik de doos open doe, dan zie ik hele leuke kaartjes van mostcutest.nl. Dat is ook waar ik alle spulletjes besteld heb. Dat is een kaartje als reclamevoerder. Dan zie ik denk ik een hele leuke grappige sticker van een drol met een wc-papiertje. Ik vind hem wel grappig. En dan hebben we een hele leuke kaart. En die kun je ook echt opsturen. Er staan van die lijntjes op. En dan kun je ook een postzegel op plakken. Ik vind hem echt heel erg schattig. Ik denk dat ik dat woord wel heel vaak ga gebruiken in deze video. En dit zijn de welbekende pokkies. Dit is dan een Hello Kitty editie. Met aardbeien smaak. Gaan we nu het papiertje eraf halen. En ik ben wel heel erg benieuwd naar alles wat ik besteld heb. Dit is een speciale editie van KitKat met maple syrup. Tenminste, dat stond op hun website. Staat op Happy Easter, maar dat maakt mij niet uit. Ik ben gek op KitKat en op chocola, dus altijd goed. En er komt nog een proefvideo aan, overigens, met al deze dingetjes. Dus mocht je dat leuk vinden, druk dan zeker op het blauwe duimpje omhoog. Want dan ga ik dat zeker weten doen. Dit zijn koekjes. Panna koekjes. Ontzettend leuk doosje. Ik ga proberen niet te vaak schattig te zeggen. Dit is ook echt heel erg leuk. Van Disney. Tsum Tsum. Ja, ik vind ze echt heel erg leuk. Het doosje is alleen al leuk. Dan heb ik 4 mini KitKats met 4 verschillende smaken. Waarvan ik nog niet weet van tevoren welke smaak of dat het zal zijn. Even kijken, wat is nu leuk? Ik heb zoveel om te kiezen, jongens. Ga ik als eerste wat ik voor mijn dochter heb besteld. Dit is een lampje. Ik zal hem zo meteen ook even uit de doos halen. Dan zien jullie gelijk waarom ik hem besteld heb. Kijken of dat ik hem met één hand eruit ga krijgen. Ja. Oh, deze is echt heel erg leuk. Hij is mintgroen. Hij komt helaas niet zo mintgroen over op de camera. Hij lijkt op de camera meer blauw dan mintgroen. Maar hij is echt heel erg leuk. Hij is op batterijen. En we hebben nu wel eentje op stekker. Maar omdat onze dochter 2 jaar is, vind ik dat nog niet zo'n goed idee. Dus die. Ik zal trouwens alle linkjes van wat ik gekocht heb erin zetten. Of in ieder geval de prijzen. En dan heb ik nog een pokkie. Pokkie Panda. Een DIY kitje met chocola. En alles staat heerlijk in het Japans erop. Met allemaal tekentjes die we vast en zeker niet gaan begrijpen. Maar we komen er vast wel uit aan de hand van de plaatjes. Dan heeft mijn man de sushi kit gekozen. Die vond dat wel heel erg grappig om een keer uit te proberen. En ook wederom daarop staat alles in plaatjes uitgelegd. Met een Japanse tekst er dan bij. En dit is nog een popping cooking met gummies. Zo. En even kijken wat we nog meer hebben. Ik heb 2 keer hetzelfde. Dit is een birthday cake. Dus als die mislukt, dan kunnen we hem nog een keertje maken. Kijk, dat is dezelfde. De achterkant ook. De achterkant is dan op de kop in verhouding tot de voorkant. Wat grappig. En dan heb ik als laatste Art Soap. Dat is speciale klei. Kleizeep eigenlijk. En daar kun je dan zeg maar zelf figuurtjes mee maken. Er staan ook allerlei inspiratie op de voorkant. En er staat ook een papiertje bij hoe je deze moet maken. En dit vond ik, deze vond ik qua kleurtjes eigenlijk het leukste. Dus dat was mijn kawaii unboxing. Het eindresultaat, 1 grote puinhoop op onze eettafel. Maar wel ontzettend leuk. Vinden jullie het nou leuk om de video's van de DIY kits en een proefvideo te zien? Laat het dan even weten in de reacties hieronder. Tot de volgende keer bij Nathalie's Kraaihoek. Hier 2 hele leuke washi tapejes. Ik zal ze even 1 voor 1 laten zien. Even kijken hoe ik hem goed hou. Stel scherp. Ja. Ja, echt heel erg leuk. Met dank aan mostcutest.nl.
Die heeft dat er leuk voor ons bij gedaan. Deze ook met allemaal leuke bloemetjes en kersjes. En allerlei kleurtjes. Happy birthday staat hier ook op. Hij stelt alleen niet helemaal lekker scherp, zie ik. Misschien zo. Ja. Dus die ook.